Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LS Pidivarmo. Dit is Wim en vandaag met deze Lamborghini, oftewel Lamborghini of hoe je hem ook wilt noemen. En dat is geloof ik de Veneno. Ik heb geen idee, ik zag hem op GTA 5 mod staan en super vet. En voor de mensen die het niet kennen, zoals jullie al een titel zagen, politie op je hielen. En er zullen gegarandeerd een aantal mensen zijn die het niet kennen, omdat er een tijdje terug is dat ik dit had opgenomen. En in de tussentijd zullen er vast wel nieuwe abonnees bij zijn gekomen, hoop ik zo. Wij gaan van punt A, en dat is waar wij hier starten, naar punt B, en dat is hier zo. Gaan wij rijden met het hoogst aantal mogelijke sterren van de politie. En er zitten een paar regels aan verbonden. Ik mag mijn auto één keer fixen. Oftewel, mijn banden die gaan gegarandeerd kapot worden geschoten, noem maar op. Wat was nog altijd een regel? Ja, sowieso niet via de snelweg. Dus wat ik ga doen is, ik ga een route hier naartoe zetten. Dan zie je dus dat die route zich hier binnen door vormt. En als ik dan hier aankom, dan zet ik de route hierop. Omdat ik dan niet tijdens de rit hoef te gaan bedenken van, wacht, hier mag ik niet op, dus misschien moet ik zo gaan. Dus daarom zet ik hem eerst hier en dan kijken we wel even verder vanuit daar. Op pauze zetten, dan stopt ook alles tijdelijk en dan kunnen we weer verder. Een beetje last van lag. Ik hoop niet dat het tijdens het potje is. Ik heb daar wel een verklaring voor. Dat is namelijk al net de videokaart en zo weer geüpdate. En hij zegt van, jij moet eigenlijk wel even opnieuw installeren of opnieuw opstarten. Maar dat heb ik alleen niet gedaan, had ik geen zin in namelijk. Was er nog iets? Ja, ik mag geen wapens gebruiken. Ik mag niet van voertuig switchen. En dus eigenlijk is het heel simpel. Dood of auto kapot. En dan kan ik misschien nog rennen. Of, heb ik eigenlijk ooit gezegd dat ik niet van voertuig mag switchen? Ja, dat is wel logisch. Maar stel nou dat ik mijn auto helemaal kapot wordt geschoten en ik krijg het voor elkaar om een andere auto te pakken. Ja, ik weet niet. Laat even weten in de comments. Ik zal het deze video niet doen, maar misschien de volgende politie op hier wel. Op het einde van de video krijgen jullie altijd de keuze om te stemmen op een volgende auto. En dat zijn altijd realistische auto's. En daarmee bedoel ik dus Lamborghinis, Ferraris, Mercedes, noem maar op. En geen GTA standaard voertuigen. Als het goed is. En dat heb ik ook wel een keer gedaan trouwens. Voor de mensen die dat nu al waren aan het typen. Maar goed, we gaan eens op pad. We gaan in het voertuig zitten. Wapens hebben we wel, maar die gebruik ik dus niet. Zoals je ziet. Nee. Vehicle options. God mode staat uit. Deze God mode staat uit. Never wanted gaat uit. En we starten eigenlijk op het moment dat de eerste politie auto in beeld komt. Of ik word beschoten. Dat is altijd de regel. Alles staat klaar. Ik moet misschien wat meer... nou, we zeggen dat positief zijn, maar de kans is wel dat we crashen en daar heb ik geen zin in. Daar komt de politieheli. Die gaat zo schieten. Kijk eens wat er allemaal komt. Yo, we gaan. Dit ding is snel hoor. Oeh, dit ding is hier komt meteen. Ja toch. Ja, gaat keigoed hier. Die zag ik even niet. Die kwam ineens in beeld van mij. Idee. Ja. Dacht het niet. Hallo, niks aan de hand hoor mevrouw. Ja, gaat keigoed hier. Even een jump nemen. Hoppakee. Roodblok. Niks aan de hand. Oeh. Hallo. Oeh, dat was een auto. Daar vloog ik nog overheen. Maar dan stond er toch echt een Passat in de weg. Gaat keigoed hier, sorry motorrijder. Ja, niks aan de hand hoor. Deurtje open. We redden het nog redelijk goed tot nu toe. Ik rijd met mijn stuur trouwens, hè, voor de mensen die zich dat afvragen. De Logitech G 29 en dit is wel heel kut. Maar ook dit geen probleem voor Wim. Dit is wel een probleempje voor Wim. Want ja, dit is kut.
Niks aan de hand, joh, niks aan de hand, joh. Ja, gaat keigoed hier. Zo, daar ontploft iets. En ik denk dat de Zulu was. En hier zit niemand meer in, keurig. Ik heb nog een B-klasse erbij. Oeh, dat is een wegversperring ook weer. Ik denk dat we van die helikopters grotendeels af zijn en nu crashen we, dus gaan we hier dadelijk niet verder. Nou, daar ben ik weer. Het voordeel van het opnieuw opstarten is dat mijn voertuig natuurlijk weer heel is. Ik ga die niet van een berg afrijden en om schade te creëren. Wat ik dan wel beloof, ook al kan ik dan, of beloof, afspreek of doe, zeg maar moet ik zeggen, is ik zal die gratis fix, zal ik niet meer gebruiken. Ja, ook al kan ik er niks aan doen tot mijn game crash natuurlijk. En wat ik zag is dat de route mij nu links omgooit. En dit is vanaf hier gewoon zand. En dat, ja, dat maakt het extra moeilijk, maar ook wel weer uitdagend. Dus die weg die gaan we ook gewoon nemen. We zijn iets eerder, of iets verder terug weer gespand. Maar wat ik dan dus wel gewoon doe is... die op 5 zetten en dan ga ik al langzaam rijden die kant. Maar dan kom ik ze vanzelf wel onderweg weer tegen. Maar het ging best goed in het begin. We rennen even met verkeer mee, alsof er niks aan de hand is. We worden niet gezocht door de politie, er is ook geen politie. Maar dan raak ik zo nog kwijtje. Dank je oprecht, ze spannen hierin. Eén heli even zicht op mij moeten hebben. Kijk eens, hier komt het. En ik ben gespot. Auw. Rij dan. Oeh, dat zijn mensen. Oh, sorry meneer en mevrouw en weet ik voor wie er allemaal over stak. Kijk, hier maak je natuurlijk wel lekker sneller met zijn Lamborghini. De B-klasse en deze T6 hier, dat is Sheriff 1 en Sheriff 2. En dat is natuurlijk een veel voorkomend voertuig in dit soort gebieden. Niet letterlijk die twee. Ja, dat was een band. Dat voelde ik. Dus daarom zal ik nu echt alleen maar door deze twee worden achtervolgd. Omdat Sandy Shores gewoon door de Sheriff wordt gerund in GTA. En dat zijn dus deze voertuigen. Ik heb een platte band. En dat maakt het wel moeilijker. En we worden beschoten. Ja, nu gaan we niet meer hard. Hallo. Oeh, dat is een verkeersbord die niet uit de grond gaat. En dan moeten we nu nog het zand op, hè. Ja, dit gaan we zo niet redden, hoor. Alle banden zijn plat denk ik nu, alleen rechts achter, ah nee, de rechterzijde nog. Rijden. Ah, zo, ja lekker wil je. Ja, dat is te veel gas geven in een bocht, dat is normaal gesproken natuurlijk ook met dit soort voertuigen. Daarom ploft er weer een Zulu, denk ik. En dan verlies je echt makkelijk de... Oh ja, dat was nog een band. Dat was rechtsachter zo te merken, of rechtsvoor. Ai. Nog 3 kilometer. Of rood zo meteen. Dat was nog een band. We rijden dus op 4 velgen. We worden van achter geramd. We maken een pirouetje. Een 360. Oh god. Ah nee, we staan op fik. Ja, dat is het einde. Ik ga met de voetenwagen verder. Ja, ik ga zwemmen, gek. Fuck jullie allemaal. Wim gaat zwemmen.
Auw! Auw, Wim is dood denk ik. Auw, ja, zwemmen Wim! Nee, zwemmen, wat doe jij? Jammer dit. Ja. Pure paniek was het. Pure paniek. En wat bereik je dan aan mij? Helemaal niks. Want we hebben verloren. En ik weet niet of het spel nog inlaat, maar het is in ieder geval einde. Op dit zwarte scherm gaan jullie waarschijnlijk nu twee nieuwe voertuigen zien die jullie voor de volgende keer kunnen kiezen, of eentje daarvan. Je kunt zeggen van, ik moet nog even uitzoeken welke, maar je zou altijd voertuig A, voertuig B kunnen zeggen, links A, rechts B, of de naam van het voertuig, dan ga ik die even tellen. Niet in multiplayer, oftewel 5M, want dat heb ik niet meer. Ik zit in geen enkele clan, ik deed dat nog wel eens met mensen uit een clan, maar die heb ik niet meer. Een clan of een 5M server waar ik op kan. Dus het gaat gewoon een singleplayer zijn. Ik kies een voertuig uit en jullie kunnen hopelijk daarvan genieten. Laat een blauw duimpje achter voor deze video en ik zie jullie graag bij de volgende. Tot dan en hopelijk hebben we dan meer succes. Joejoe.